Leuk te kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Ik dacht, ik ga mijn laars schoonmaken. Maar ik heb gisteren gesport. Ik weet niet wat we allemaal moesten doen. Het was heftig. Ik heb spierpijn in mijn schouders. Als ik zo doe. Ik kan de kipdans niet meer doen. Mijn cijfers gaan nu steeds meer omlaag. Ik sta bijvoorbeeld voor economie een 4,6. Voor Nederlands een 5,5. De rest allemaal rond de 7,8. Ja, bijvoorbeeld, ik had gisteren ook scheikunde en niet voor geleerd. Waarschijnlijk helemaal gepest. Nou ja. Kom ik aan met een... Nee. Nee, ik denk dat ik scheikunde wel verpest, maar dat weet ik niet. Bijvoorbeeld voor aardrijkskunde, niet geleerd, 7. Nou ja, dat heeft mijn mentor opgemerkt. Met mij in gesprek gegaan. Die zei, ja, misschien is de avond wel voor jou. Ja, ik tegen mijn ouders stelde, ouders helemaal paniek. Wist het eigenlijk wel, maar in de paniek. Nou ja, mailtje gestuurd. En wat dus bleek, is... vorig jaar leerde ik heel veel. Je hield allemaal 8, 9, 10 en met een 5 ging ik huilen. Ik ben nu oprecht gewoon blij met een 5. Erg eigenlijk. Het is nu dus zo dat ik me een soort van verveel in de lessen. Waardoor ze eigenlijk zeggen van... gaan we naar de HAVO, want dan heb je een beetje uitdaging. Want ik denk als ik zo door blijf gaan zoals ik nu aan de gang ben, ik blijf zitten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zo. Kijk, wat nu het mooiste zou zijn, is dat we weer naar lockdown komen. Niemand wil een lockdown, ik wil een lockdown. Zo, ik vind lockdowns geweldig. Ik kan gewoon mijn ding doen. Ik, hoe heet dat? Ik kan dan lekker veel naar de paardjes toe. Ik kan dan bij Rick vaker langs. Dat soort dingen. Dus ik vind het echt super fijn. Maar ja. En ik heb zo'n QR-code. Dus daarmee kan ik zo naar binnen en zeg, oh, ik wil. Dus dat is super cool. En dan heb ik meer tijd voor de paarden. Kan ik naar Rick toe. Online lessen vind ik helemaal geweldig. Want ik heb echt goede cijfers. Ik hield nog steeds goede cijfers. Ook al zaten we in de lockdown periode. Nou ja, dat lijkt me dus gewoon weer heel fijn om dat te hebben. Maar ja. Dat is natuurlijk niet aan mij. Ik kan niet tegen Rutte zeggen en tegen Hugo van... kan je weer een lockdown doen? Want niemand wil een lockdown. Ik wil wel een lockdown. Nou ja, dat dus. Ik ben in lockdown. Het regent super hard. Ik mag zo binnenrijden. Yes. Laat het de tijd zijn. Dat kan ik niet zien, want er zit hier heel veel water overheen. Ik moet er over 10 minuutjes op zitten. Blondie is super wat naar. Alleen er staart poetsen. Poepvlekken eraf te halen. Zalen. Hoofdstuitje in. Mijn sportjes om. En capje op. Kunnen we gaan. Gelukkig mag ik binnen. Als ik oortjes heb. En mama neemt oortjes mee. Dus. Yay. Wie heeft stress? Hou jij hem vast? Dan kan ik andere dingen doen. Ik doe even mijn voordeur vast. We kregen het slot van de trailer niet open. Loop. En, oh, maar het is niet handig. De deur. Ook niet handig. We hebben 20 minuten bij het slot gestaan. We hebben een nieuw slot gekregen. Daar zijn we nog niet heel handig in. Dus dat duurde 20 minuten voordat hij open was. Dus nu zijn we rijkelijk laat. Maar ik neem altijd genoeg tijd. Want ik heb dan altijd een soort schemaatje. En dan heb ik in principe maar een half uurtje, 20 minuten nodig op stal. Maar neem ik er een uur voor. Dat we vertragingen van alles kunnen voorkomen. Zo. So, now we are going to the stables. Ja, maar wat gaan we er doen? Oh ja, ik heb vandaag wedstrijd in Papendrecht. Ik bedoel maar. Oh, ik had eergisteren... Oh, kerstmuziek. Ja. Even snel. Ja, ja, ik had eergisteren helemaal stress. Nou, wacht. Ik vertel het wel zo. Wij gaan naar stal toe voor de wedstrijd. Wow! Wil je zitten in de trailer? Met een hele mooie deken. Hij is een klein beetje... Ik had natuurlijk Bukas dekens gewend. Dus nu zijn de maten allemaal anders. En wah. Maar ik ben er wel heel blij mee. En het staat er super goed. Wij gaan nu naar Papendrecht toe. Oh, wow. De trainer is voor een beurt geweest. In de beste. Hey, ik mag Tikkie sturen dadelijk. Nee, je moet eerst winnen. Ja, maar hou je mond. Ik wil het over de trainer vertellen. Nee, maar we hebben dus een prijsuitreiking. Die is er niet. Dus als je nu wint, dan heb ik mijn telefoonnummer opgegeven. En dan gaan ze hier bellen van... Ah, je hebt gewonnen. En dan kan je Tikkie sturen. Nou.
Moet je eerst nog even je best doen. Maar wat ik dus over de trailer wilde vertellen. Kijk, onze, we hebben zoveel kilometers gemaakt dat de koppeling versleten was. Dus we hebben nu een hele mooie nieuwe koppeling. En wat ik ook heel gaaf vind, is dat ik nu een telefoondraad snoertje heb. Pam, pam, pam. Daar ben ik echt heel gelukkig mee. Wat? Een telefoonsnoertje. En we hebben 4 nieuwe banden. Een tip van Arnold. Dat is altijd leuk om te weten. Ik moet wel even opzoeken. Ja, ik heb mijn bril niet op, dus dat is een beetje lastig. Even kijken. Mijn bril op. Er staat namelijk een fabricagedatum. Of zie jij hier ergens een fabricage? Oh, hier. Kijk, daar staat de fabricagedatum. En dan kan je dus zien dat die van dit jaar is. En dat je dus geen oude band hebt. Dat is natuurlijk best handig bij oude banden. Want soms worden ze opgeslagen en heb je gewoon een 3 jaar oude band. Daar gaan we niet in, dan moet ik het ding aanzetten. Maar goed, wat gaan we doen? Wedstrijd, proef 9 en 10. C, rechterhand. B, volte 12, 15 meter. B, volte 12, 15 meter. C, rechterhand. B, volte 12, 15 meter. A, afwenden wijken. A, afwenden en wijken. E, afwenden. X volte 10, 12 meter links. E afwenden. X volte 10, 12 meter links. EKA teugels op maat. A afwenden. Daarna arbeidsstap. XG halt houden en groeten. Het ging, om het even niet netjes te zeggen, het ging... Zo. Ik mag niet schelden op camera, maar ik heb het toch gedaan. Uh-oh. Ja, ik ben benieuwd wat de jury ervan vindt. Ik heb er een paar keer omgetrokken dingen gedaan die ik niet moet doen. Ze ging bokken zelfs. Dus ik weet niet wat er allemaal gaande was, maar het was niet verstandig om vandaag wedstrijd te rijden. Natuurlijk wel. Ik heb er weer wat geleerd hoe zo. Zeker, het was, maar we hadden beter iets anders kunnen gaan doen in plaats van dit. Wat dan? Gewoon normaal rijden. Ja, maar ja. Wedstrijd rijden hoort er ook bij. Ik weet het. Zo, een zeer regenachtige, waaierige dinsdag. Ik hoop dat jullie me horen. Trailer heb ik even thuis gehad, want ik ga nu naar Schiedam om Ivy te halen. Die gaat naar de Arkhoeven. We zijn inmiddels in Schiedam en gaan Ivy verhuizen. Mara is zadels aan het halen, dat kan ze. Kijk maar, daar. Zo, we zijn inmiddels op de Arkhoeven. Ik kom bij die andere neer. Nee, ga maar naar binnen om daar vast te maken. Ik kom bij die... andere stal niet echt filmen, dus gaan we het hier doen. Ja, kom maar. Braaf hoor. Nog een pony. Zullen we hierheen? Zo. Oké, switch naar mij. Oh, wild paard. Ik ben in de binnenbak. In mijn eentje. Echt helemaal in mijn eentje. Samen met Ivy. Jee, wat ga je hard. Ivy is op stal. Ik doe heel snel mijn telefoon weg. En ga maar rijden. Want ja, rijden. Met Ivy in Arkhoeven. Mijn moeders moet lachen. Ja, ik heb een pepernoot in mijn mond. Kruidnoot van Milka. En Lu met bastonje. Oh. Milka, als je dit ziet, sponsor ons. Daar heb ik geen problemen mee. Chocola is mijn voorlijver. Moeders en ik en de boer on tour zijn onderweg. Naar een plaatje. Een plaatsje in Brabant genaamd Hees. Ik dacht dat Hees een mevrouw was. Hees is geen mevrouw. We gaan naar Erik toe. Ja, toch? We gaan naar Erik toe. En die gaat Blondie, nou ja, misschien behandelen, misschien niet. Er wordt eerst een echo gemaakt van Blondie, haar hals. Amber denkt dat er een ontsteking in zit. Nou, het zou goed kunnen dat het zo is.
als het zo is, dan wordt ze ervoor ingespoten, dus behandeld. Iemand anders bij ons op stal heeft dat ook gedaan. En die is nu een halfjaartje verder. En die... daar ging Daan op rijden. En die wou zijn hals loslaten. En dat was super gaaf voor dat paard. Dus we hebben er goede verhalen over gehoord. Ik moet ook zeggen dat dat nog niet zo lang meten dat het kan gebeuren. En dat die behandeling ook nog 6 jaar staat. En dat... Ze weten nog niet zo lang dat je ook een paard kan behandelen aan... Dat die ontsteking is. Oh ja. Ze weten nog niet zo... Bij Blondie? Nee, ze kunnen nog niet zo lang die ontstekingen ontdekken. Omdat je daar een speciale apparatuur voor nodig hebt. Ze kunnen nog niet zo lang de ontstekingen echt ontdekken. Misschien dat ze... Nou ja, ze zaten er dan waarschijnlijk wel al. Maar ze hadden de apparatuur daar niet voor. Dus dat hebben ze nu 6 jaar. En waar we nu naartoe gaan, doen ze al 6 jaar lang 5 paarden per dag. Nee, 5 dierenartsen en dan 8 paarden per dag. Dus dat klinkt wel goed. En dan is er 1 geval dat mis is gegaan. Sterren hebben we ook laten inspuiten. Daardoor hebben we wel heel lang moeten nadenken. En ook gedacht, nou, is het wel verstandig ja of nee? Want met Sterren heeft het natuurlijk de leven gekost. Nu zijn de dingen heel erg veranderd en... Zijn dingen heel erg veranderd en is de kans op hoefvervangenheid of op andere bijwerkingen veel kleiner. Nou ja, wat we nu hopen is dat we daarheen rijden 1,5 uur en dat ze zeggen, nou, zit niks, gaan we weer terug naar huis en dat we dan weer 1,5 uur terug gaan. Dat heb ik veel en veel liever dan dat ze een ontsteking heeft. Maar als dat zo is, dan wordt ze ervoor behandeld. Nou, inmiddels zijn we daar. Dus zit nog een beetje te happen. En straks maar weer kijken hoe ik hier uitkom. Dat is altijd weer spannend, maar dat zien we dan weer. We gaan Blondie aanmelden. Ik ga niet per se filmen. Dus jullie horen straks wel hoe het gegaan is. Ik ben benieuwd. Ik ook, vind het spannend. Ik vind het wel echt een hele mooie locatie hier. Dus papa, als ze loterij winnen, wil je dan dit voor mij kopen?